Kun je je eerste zoen nog herinneren? Ja, het is lang geleden. dat was... ik had een vriend... De zus van een vriend van me, daar was ik wel een beetje verliefd op. En die was fan van de Dolly Dots. En die hadden een nieuw singeltje. En ik heb toen dat singeltje gekocht. En dat heb ik toen aan haar gegeven. En toen heeft ze mij een eerste zoen gegeven. Ik weet niet meer hoe oud ik denk dat ik 11 was of zoiets. Ja. Heb je het singeltje nog? Nee, zeker niet. Ik hield helemaal niet van de Dolly Dots. Maar ja, liefde, hè. Hoe zie je dat terug bij je PhD's en je studenten? Het is de eerste stap waarop je ze selecteert. Ze moeten ook een soort verliefdheid hebben op de wetenschap. Om iets proberen te ontdekken. Ze moeten het leuk vinden. Dat is de eerste reden waarom je promovendus moet worden. Als je echt iets leuk vindt. Het is ook de eerste reden waarom een student moet gaan studeren wat hij studeert. Omdat hij denkt dat dat echt geweldig is. En nou weet ik ook wel dat die studenten tegen het einde helemaal zat worden. Omdat ze ik probeer ze natuurlijk het uiterste uit hun te halen. Het zijn kinderen die het huis uit moeten. En dan moeten ze inderdaad afstuderen of promoveren en het huis uitgaan. Maar wat ik dan hoop is dat als ze dan terugkijken, dat ze dan denken van ja, die Frans Vos, dat was wel een oude zeur, maar ik heb er wel wat van geleerd. Als ik ze thuis zou vragen, wie is Frans Vos? Soms dan word ik inderdaad wel de professor genoemd door de kinderen. Hè. Dan zeggen ze van, ja, hallo meneer de professor, ik ben niet een student aan de TU Delft. Dan mag het op een iets lager niveau, alstublieft. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Ja, want ik wilde ook meteen vragen, hoe komt het dat je verliefd bent geworden op medical imaging? Dat is een lang verhaal. Ik ben ooit begonnen met geneeskunde te studeren. En ik studeerde 1 jaar geneeskunde. Ik heb mijn propedeus gehaald, alle tentamens in 1 keer gehaald. En ik werkte me helemaal te pletter en ik haalde voor alles 7'tjes. En terwijl ik van de middelbare school gewend was dat als je hard ergens voor werkt, dat je ook een 9 krijgt. Hè? Loon naar werken. En dat gevoel had ik niet. Ik had het gevoel dat mijn talent ergens anders was. En met name in een meer technisch, exactere richting. En toen ben ik medische informatiekunde gaan studeren. En daar had ik wel. Ik moest opeens allemaal wiskundevakken doen. En daar, dat kon ik met gemak halen. Ik daar 9's voor. Daar had ik gewoon meer talent voor. En hetzelfde, toen dacht ik na een jaar van, nou, ik kan eigenlijk ook wel informatica erbij studeren. En zo ben ik van geneeskunde studeren, ben ik naar een veel meer technische opleiding gegaan. Toen ben ik gepromoveerd bij een natuurkundefaculteit. En daarna postdoc geworden aan de TU Delft en daar ben ik altijd gebleven. En aan de TU Delft in 1998 ongeveer ben ik hier begonnen. Toen is men voor het eerst echt aan medical imaging gaan werken. En ik vond dat interessant, omdat het een duidelijke medische toepassing had. Dus je doet het ergens voor, bij wijze van spreken. En het is technisch, het is uitdagend, want het is de methodes die gebruikt worden, die zijn echt heel ingewikkeld. Hè. Heel ingewikkeld in natuurkunde en wiskunde, die nodig is om te begrijpen hoe een MRI-scanner werkt en hoe je daar informatie uit de beelden die eruit komen kunt halen. Dus dat is wat mij uitdaagt. Hè. Dus het feit dat je iets doet wat ertoe doet, dat gebruikt kan worden in de praktijk. En dat maar ook heel fundamenteel interessant is. Hè. Als een soort van brug tussen die twee aspecten, zeg maar. Toch begrijp ik ook juist, en dat zie ik ook terug in de strategische visie van de TU Delft, dus dat al die disciplines eigenlijk om elkaar heen draaien en naar elkaar toe groeien. Ja. Er wordt gesproken over transdisciplinariteit, et cetera. Ja. Hoe ervaar je dat zelf? Ja, ik vind dat zelf heel leuk. Dat is ook de reden waarom ik in dit vakgebied terecht ben gekomen. Ik vind de toepassing in de geneeskunde heel erg leuk en interessant. Maar ik vind ook dat fundamentele heel erg interessant. En dus die ontwikkeling die je nu hebt, TU Delft en Erasmus MC, die zijn aan het
convergeren naar elkaar toe. Hè. Dat is, die zijn erg verliefd op elkaar. Een zeer goede ontwikkeling. Wat vraagt dat van mensen met een ingenieursachtergrond of een technische opleiding om ook juist met andere disciplines intensief samen te werken? Vaardigheden? Ja, ik denk dat je vooral open moet staan voor de blik van anderen. De meeste Delftse onderzoekers hebben dat wel ook, hoor. Want we zijn echt niet zo dat we, geneeskundeonderzoekers maar een inferieur zootje vinden. Zo is het gewoon niet. Maar het openstaan en proberen te begrijpen wat nou de problemen zijn voor zo'n arts, dat is voor mij altijd wel weer een uitdaging om te ontdekken wat dat nou precies is. Als je iets met passie doet, dan ervaar je nooit werkdruk. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Waarom? Omdat je het vergeet. Je vergeet de druk. Hè? Dus als je de lol die je eruit haalt om een probleem op te lossen, dat maakt echt alles goed. Hè? Dat is net zoiets als verliefdheid. Je vergeet de nare kantjes of de minder ideale kantjes van je vriendin of vrouw. Zo zie ik. Mijn naam is Frans Vos, ik ben universitair hoofddocent aan de TU Delft in de sectie Medical Imaging van de faculteit Technische en Natuurwetenschappen.